Nee, het is tegenwoordig zijn Facebook ondersteunt het niet meer, hè? Hij weet het heeft. Knap. Zie je? Oh, oké, dan gaan we het zo moeten doen. Het gaat live. Ga je ons even aankondigen? Vanuit het kabinet, president op deze donderdagavond. En zoals aangekondigd vanmorgen, hadden de heren van de Veiligheidsbonden aangegeven dat zij uitgenodigd zouden worden door president Chan Santoki. En het gesprek is gaande. Twee van de heren van de politiebond zijn naar buiten gekomen. Maar we begrijpen dat heeft te maken met een schorsing. Heren, goedenavond, voorzitter Atompai. En de tweede man naast de heer Atompai. Goedenavond. Goedenavond. 9 uur stond de vergadering op agenda. Zijn jullie om 9 uur begonnen? We zijn 9:20 gestart. En wie zitten allemaal aan bij dit gesprek? Zo, heel veel hoor. Het lijkt wel op een college. Maar tot op dit moment, hebben wij ons zegje gedaan en kenbaar gemaakt wat we willen. En de president die zich teruggetrokken met minister Amoksi, minister Brotto en minister Financiën. En verder hebben we de veiligheidsadviseur, meneer Kilipsi en meneer... Leenskeer. En meneer Leenskeer gezien. En heel veel andere mensen. Maar dat is de strategie van deze regering, om met heel veel mensen te zitten, wat wel een teken van zwakte is. En Oesabengba. En tot op dit moment hebben we gewoon niets bereikt. We wachten maar om te zien waarmee men naar buiten zal komen. Maar duidelijk is dat men niet wil luisteren. Omdat als men wilde luisteren, dan waren we niet hier. Begrijpt u? En ook duidelijk is dat de ministers hun werk niet kunnen doen. Want als zij hun werk konden doen, dan waren wij ook niet hier. Dus nu is het afwachten om weer naar binnen te gaan, om te gaan kijken. Komen ze met een voorstel nu, denk je? Want ze hebben zich teruggetrokken, hebben ze ook gezegd waarom? Jawel, ze moeten met een werkbare voorstel komen. Maar belangrijk is dat wij acties willen zien. Begrijpt u? Met betrekking tot zaken zoals resoluties, et cetera, die boven geen nader betoog. Met betrekking tot de loon, zegt de president dat hij een deadline heeft van 18 september om zijn volgende IMF-tranche te halen. Maar je mag je deadlines halen, maar wij moeten ook leven. En daarover willen we praten. Because at the end of the day, I have to serve you. But to serve you, I have to be good. That's it. Heeft de president begrip getoond voor de situatie bij jullie? Nou, over begrip gesproken, wil ik dat gedeelte wil ik in het... Daarvoor wil ik niet zeggen. Ik wil het laten voor wat het is. Omdat wie ogen heeft, die ziet. En zelfs de blinden die kunnen soms zien. En die kunnen zelf oordelen. Maar dat wij nu hier middernacht hier moeten staan om te vechten voor onze rechten, is iets waarvoor wij niet hebben gekozen. Is dat wij nimmer zouden willen. Want elk mens en u ook wil op dit moment thuis zijn met de kinderen om zich voor te bereiden op de dag van morgen. Maar wij zijn hier en morgen en straks moeten we weer bij de vergaderingen zijn. Dit alles gewoon simpel op basis van verkeerde besluitkeuzes en het blijven hanteren van incompetente mensen. Dank u. En ik heb gemerkt, is niet de eerste keer dat de bond met de president moet komen praten over hetzelfde. Merken jullie van in al die jaren vanaf deze regering aanzit dat er verbetering is gekomen voor hetgeen waarvoor er steeds gestreden wordt? Kijk, het is simpel. Als je in de ochtend hebt gegeten, heb je tegen de avond weer honger. Dus je moet 3 maal per dag eten om te kunnen slapen. Wat er gebeurt is dat deze regering voor 2 maal per dag voeding zorgt.
blijf je voor de avond honger. Dus morgen sta je op met honger. En er is weer geen driemaalsdag, maar tweemaalsdag. Dus je blijft honger hebben, je blijft honger hebben. En at the end of the day heb je niets meer om te eten. En dan zit je gewoon daar. That's it. Na verloop van tijd ben je verzwakt. Ga je dood. Heb je nog hoop? We moeten hoop blijven hebben. Omdat we door moeten gaan. We moeten ready. Je gaat naar binnen. Ja, we gaan naar binnen. Heel veel succes. We horen het zo meteen. Dank jullie voor je tijd. Yes. Sorry voor dat hoort. Ja. Korte, dus even een korte... korte break in Van Las. Klinkt niet erg hoopvol, zoals de heer praten. Ik zie wat meer mensen naar buiten lopen. Het was even... Ja, het is jammer dat het even niet lekker is gegaan. Laten we hopen dat het in elk geval beter gaat. Het is nu bijna 11 uur 's avonds. En ze gaan nu weer terug naar binnen. Om wederom het gesprek aan te gaan met de minister. Minister Amoxi, minister Bronto. En volgens de heer Atompai, voorzitter van de politiebond. Ja, luisteren ze niet en blijven ze incompetente mensen handhaven. Nou, we blijven hier nog staan. We zitten met collega's. Q-News, Star News, Radio 10 en Radio ABC. Een boel mensen. Tot later.